Voor grote tegenslagen moeten ze hun geklets duur betalen en zo hun les leren. Heer, het publiek roept om u. Ik heb een meisje ontmoet. Zouden de goden het goed vinden als ik haar ten huwelijk ga vragen? Volg me, dan raadplegen we Pizia. Goden zijn je goedgezind, mijn zoon. Afrodite, godin van de liefde. Hera, de zoon van Zeus. En ook Athene, haar dochter. Naar je kamer, jij. Dit zijn geen gesprekken voor meisjes. En mag ik de bezoekers nu welkom heten? Gegroet. Ik heb uw dochter ontmoet in het theater en ik zou graag met haar trouwen. Heeft u het orakel geraadpleegd? Die spullen zijn ook niet al te sterk hier. Wel nu? Het orakel is ons gunstig gezind. Dan ga ik akkoord. Hier, mijn zoon. Breng me naar je meester. En snel een beetje, imbecil. Luister, ik kom om de hand van je dochter. Het spijt me. Te laat. En weldra zal er een blijde gebeurtenis plaatsvinden. We zullen nu gaan stemmen. Schrijf uw favoriet op een kleitablet, dan tellen we de stemmen. Het voorstel is aangenomen met meerderheid van stemmen. En wie biedt mij wat voor deze goede atleet? Jij. Als we deze schone dame erbij doen? Oh ja, ja, nu kom, ik zal het mee. Daar is het. Oh nee, kijk nou toch eens. Nou, die vaas ziet er prima uit. 449 voor Christus. De vrede is getekend tussen Athene en Perzië. Men bouwt de Acropolis. Geloof me, die tempel die is... Ik zie hem voor me. Ziet u? Heel groot. Met hoge pilaren. Zie je? Zo. Zo. Let op. Ik heb hier een verrassing voor je. Ah. Maak je niet ongerust. Vertrouw maar op mij. Zakken! Ho!
De vrede is ook gesloten met Sparta in het jaar 446 voor Christus. Een normale leven keert terug, vol grappen en vrolijkheid. Auw! Auw! Hey, kom op, vooruit. Rustig. Trek dat aan. En blijf vooral daar zitten. Ik kom terug. Die zien we voorlopig niet terug. Zo. Zo gaat dat op Spartaanse bruiloften. En zo gaat dat met de Spartaanse opvoeding. We keren terug naar Athene. Oh, wat gebeurt daar? En daar beginnen ze weer te werken. In die tijd in Sparta. Nou, jullie zoeken het maar uit. Wat zijn het voor grimassen? Zo gaat dat met de Spartaanse opvoeding. De Acropolis is bijna klaar. De Academie voor Muziek en Letteren waar de toekomstige burgers geschoold worden. Ik zal niet meer stelen en plunderen. Pietertje,